Is keto een one size fits all dieet? Dit is de Keto podcast en mijn naam is Louise Blikkenhorst. Welkom bij aflevering 25. Ik heb een heerlijke vakantie in Schotland gehad en misschien heb je op Instagram de foto's in mijn stories gezien. Wat een prachtig land en zo lekker fris terwijl het hier in Nederland tropisch was. Ik hoef niet zo nodig aan het strand in de zon of op een bloedheet terras. Het weer in Schotland was voor mij echt prima en gelukkig denken mijn kinderen er net zo over, dus iedereen was blij met het weer daar. Ik heb echt vakantie gehad, dus dit keer niet echt gewerkt aan nieuwe dingen of e-mails beantwoord gewoon echt helemaal lekker weg. Wel kreeg ik een paar vragen via social media, via de e-mail. En uh, dat vond ik toch wel leuk om te lezen. En het valt me op dat vaak gevraagd wordt hoe het nu eigenlijk echt zit met een ketogene dieet of met een ketogene leefstijl. En ik heb er vier vragen voor je uitgepikt en die ga ik in deze podcast beantwoorden. De vragen die je kreeg waren, mag je nou wel of geen fruit eten en hoeveel dan? Moet je nu wel of geen vezels eten? Zijn zoetstoffen wel of niet oké? Okay? En wil je delen wat je zoal eet op vakantie? En dit was naar aanleiding van mijn stories op Instagram. En met die laatste vraag ga ik beginnen, want eerlijk gezegd voelde ik me een beetje betrapt op dat moment. Maar zoals je het kunnen horen in mijn laatste podcast van voor de vakantie, is het dus prima als je je op vakantie ook een beetje laat gaan en gewoon lekker geniet. Ik was mijn vakantie best goed begonnen met mijn low carb leefstijl. En ik had kooi arm brood gebakken en ook een pakje mailmix meegenomen. Want in het appartement waar we zaten had ik een oven, dus ik kon een lekker nieuw broodje bakken. En ik had me ook voorgenomen om zoveel mogelijk koolhydratenarm te eten. En het liefst geen brood, geen pasta of geen pizza als het even kan. Want ik krijg last van mijn darmen, maar ik wilde wel lekker vakantie kunnen vieren. En voor mijzelf had ik niet het doel om in ketose te zijn. Ik wilde ook wel eens een ijsje kunnen eten of een pint bier kunnen drinken. En ik heb ooit korte tijd in Engeland gewoond en ik ben echt dol op fish and chips. Dus ook dat heb ik zeker gegeten. Dus om nou te zeggen dat ik ketogeen geleefd heb tijdens de vakantie, nee. Maar dat was ook niet mijn bedoeling. Ik weet dat ik me dat kan veroorloven. En na de zomervakantie, eind augustus, pak ik de draad weer op en ga ik weer richting ketose. En voor mij werkt dat prima. Ik weet dat ik dat kan doen. Zonder dat ik nou echt aankom. Um, ook omdat het natuurlijk een actieve vakantie was. Dat hielp natuurlijk ook wel. Maar ik ga me niet moe voeren, voelen of naarvoelen. Mijn hormonen gaan niet met me aan de haal. En voor zo'n korte periode van twee weken doet het mij dus weinig om zo te switchen. En voordat ik op vakantie ga, uh, ging, was ik ook niet in ketose. Want ik wilde niet dat de overgang te abrupt zou zijn. En ik moet zeggen dat ik het in de zomer ook wel fijn vind om een beetje minder te letten op de, op de ketonen en de, de koolhydraten zodat ik een beetje meer fruit kan eten, zoals een paar aardbeien of stukjes appel in een salade bijvoorbeeld. En in het najaar dan verdwijnt die behoefte vanzelf en vind ik het weer heel fijn om in ketose te gaan. En dat past ook heel mooi in het ritme van het jaar en hier in ons deel van de wereld waar uh, van nature bepaald voedsel dan beschikbaar is. Ketoadaptatie en metabole flexibiliteit zijn wat mij betreft een belangrijk doel bij koolhydraatbeperking of een ketogeen voedingspatroon. Als je eenmaal keto-adapted bent geraakt en meer metabole flexibiliteit hebt en je hebt geen onderliggende aandoeningen die opspelen zodra je uit ketose gaat, dan kan je je, net zoals ik, wel een periode uit ketose veroorloven. Ik merkte dat ik tijdens de vakantie, als ik een tijdje niet had, bijvoorbeeld tijdens een lange wandeling, waarbij het pad rotsachtig was en het flink heuvel op en af ging, dat ik toch energiek bleef en helder. En zonder problemen kon ik de wandeling volbrengen en weer in de auto stappen en nog een stuk terugrijden naar ons vakantieadres. En dat was best een uitdaging, want ik had een Engelse auto gehuurd met het stuur dus rechts. En dat vroeg wel heel veel voor mijn concentratie. Dus een, ja, een vreemde auto waarin alles een spiegelbeeld zit, ook je spiegels. En links rijden en de onbekende omgeving met twee baansweggetjes door de heuvels. En uh, het was nog een keertje een uh, automaat in plaats van een handgeschakelde auto. Dus ik moest echt flink opletten en mijn reflexen onder controle houden. En het eerste uur was dat best wel even wennen. En mijn zoon die naast mij zat heeft ook vaak geroepen dat we bijna in de berm zaten. Nou dat viel best mee vond ik zelf. Ik heb maar twee keer een stoeprand geraakt geloof ik. Uh, maar na een uur ging het echt stukken beter. Maar goed, het was wel enorm opletten. En het vraagt veel energie van je hersenen. En dat had ik waarschijnlijk niet zo goed kunnen, kunnen doen en zo scherp na zo'n lange wandeling. Als ik een schommelende bloedzuigspiegel zou hebben, of niet in staat geweest zou zijn om makkelijk over te stappen op de vetverbranding. En ik zeg het eerlijk hoor: ik heb in mijn vakantie wel meer chocola gegeten dan normaal. En ik heb ook een keertje een groot ijsje gegeten met twee flinke bollen erop. En we hadden gelukkig in de eerste week een Airbnb-appartement gehuurd met een eigen keuken. Dus ik kon ook nog een paar dagen zelf koken, gelukkig. Maar in de tweede week hadden we een kamer in een pension met alleen overnachting. En tegen flinke betaling kon ik wel een schots ontbijt krijgen. Wat op zich wel prima had geweest met uh, ei en beken en worstjes en dat soort dingen. Maar mijn kids wilden dat niet en die ontbijten niet zoveel. En om daar nou zo'n bedrag voor neer te leggen, vond ik een slecht idee. En we hadden een klein koelkastje op de kamer, dus ik kon mijn ketelbrood met kaas eten. Of uh, volle yoghurt met aardbeien en nog wat ketelgranola. En dat was helemaal goed. De kids aten dan wat fruit of een broodje, want zij doen bepaald niet aan koolhydraatbeperking. Dus dat speelt bij mij ook nog eens een keertje mee als ik op reis ga met die twee. Want ik dus de enige ben die zo eet. En ik weet niet hoe dat bij jou thuis is, maar mijn kinderen vinden het maar raar wat ik doe. <laughs> en begrijpen niet echt wat het is. En ze willen er liever niets over horen. Ja, ook bij mij als ketogen expert gaat dat dus zo. Dus ik val ze er verder niet mee lastig. Ga lekker in mijn eigen gang. En ze kijken me soms wel eens raar aan, maar ze zeggen er gelukkig niet al te veel van. Dus uh, op die manier ontbeten ik dus. En meestal veel later dan normaal natuurlijk. En dat is natuurlijk helemaal prima. Um, en daarbij een kop koffie met wat room voor de goede vetten. En dan kon ik uh, lekker een tijdje op vooruit. Uh, nou ja, ik moet nog even wat zeggen tussendoor. Want uh, heen en terug zijn we met Transavia en KLM gevlogen. En ik was heel blij om te zien dat op het menu een tapasschotel stond met worst, kaas en olijven. En dat zag er echt behoorlijk ketoproef uit. Ik heb het niet besteld uh, of, of iets anders, want de verlichttijd was hooguit 1 uur 20. Maar toch, ik vond het heel goed om te zien. Dus uh, mocht er iemand luisteren van onze Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, haal die maaltijd er zeker in voor de kohita-beperkende en ketopassagiers. Dat even tussendoor dus. Voor de lunch tijdens de vakantie kon ik in het appartement wel eieren met spek bakken of een salade maken. Maar als we onderweg waren, dan was ik toch aangewezen op de horeca of op een supermarkt. En ik heb ook een paar keer wel mijn ketelbrood kunnen meenemen, dus dat ging best wel goed. En gelukkig hebben ze in Schotland scotch eggs. Dat is een uh, gehaktbal met een gekookt ei erin. Dat is behoorlijk keto of uh, koolhydraat beperkt eigenlijk. Uh, en ik koos ook vaak voor een maaltijdssalade waar ei of kip of mozzarella in zat. En dat dan lekker opeten aan de rand van Loch Ness bijvoorbeeld. En uh, er zat wel een beetje pasta onder in die salade of wat aardappel. Heb ik gewoon opgegeten. En ik moet zeggen dat ik dat wel aan mijn darmen gemerkt heb. Dat uh, bleef gelukkig bij wat licht ongemak. Um, maar wat ik inmiddels ook weet, wat ik dus echt niet moet doen, is bonen eten. Van die koude bonen in zo'n salade. Want dan zit ik binnen een paar uur vol met gas. En dat is echt niet fijn. Dus die bonen die laat ik daar gewoon lekker liggen. En uh, s'avonds als we gingen uit eten, dan koos ik vaak voor vis of steak. Uh, met steak en ale pie noemen ze dat. Of ribeye. En dan had ik ook wat frietjes en de groenten en de salade die erbij zaten. En ik heb zelfs een paar keer een pint uh, bier erbij gedronken. Helemaal lekker voor mij tijdens de vakantie. En daar kreeg ik ook helemaal geen last van. En voor mij werkt dat zo prima. Maar het kan zijn dat het voor een ander helemaal niet goed werkt. Dus leer daarom je eigen grenzen kennen en ontdek hoe je lichaam reageert op verandering van voeding. Maar wat ik echt niet doe op reis is een uh, standaard westers voedingspatroon volgen met ochtends, middags en s avonds veel koolhydraten met pasta en brood en ontbijtgranen en dat soort dingen. Um, ja, dat valt gewoon bij mij niet goed. Ik eet ook niet echt ketogeen, maar ik kies dus wel heel bewust voor wat ik wel en niet wil eten, waarbij ik de koolhydraten wel in de gaten hou. Maar nu ik weer thuis ben, schakel ik dus zonder cravings over op een low carb voeding, met lekker veel eiwitten en wat meer gezonde vetten. En dat gaat bij mij heel moeiteloos, moet ik zeggen. Mijn darmen zijn ook weer blij, dus ik ook blij. En ik ben uh, ja, vooral heel, uh, heel gelukkig dat het allemaal zo makkelijk is gegaan voor mij. En daarbij wil ik nogmaals opmerken dat dit voor mij zo werkt. En ik denk dat die metabole flexibiliteit daar dus sterk aan heeft bijgedragen. Mijn lijf is gewend en af en toe switchen en het gaat dus heel erg goed. En daar heb ik enorm geluk mee, want ik ken mensen bij wie dat niet zo soepel gaat. En hoe meer insulineresistent iemand is, of waar ze bepaalde aandoeningen of situaties zijn, hoe lastiger het is om te kunnen schakelen. Dus voordat je dat kunt doen, moet je je stofwisseling en je lichaam daarin trainen. En dat doe je niet binnen een week, tenminste, de meeste van ons niet. Een enkele uitzondering daar gelaten. Maar nu weet je dus een beetje hoe ik de afgelopen vakantie ben omgegaan met mijn voeding. Um, ben je nou iemand die nog niet zo metabolflexibel flexibel is en merk je dat je dan snel een hang krijgt naar zoetigheid of andere koolhydraten? Dan ben je waarschijnlijk nog niet zo ver dat je makkelijk kunt switchen. En ook mensen die flink insulinresistent zijn, zoals bij prediabetes of diabetes type 2. Die kunnen niet zo eenvoudig even een paar dagen wat losjes omgaan met hun kooidraadarme voedingspatroon. En ook mensen met neurologische aandoeningen, die dus gebaat zijn bij dagelijks een bepaalde hoeveelheid ketonen in het bloed, is het niet aan te raden om eens even een paar dagen of weken uit ketose te gaan. Je kunt het wel voor jezelf een beetje uitproberen en ondervinden wat het met je doet, maar van patiënten met aandoeningen zoals uh, Parkinson, MS of migraine hoor ik vaak dat een plotselinge verandering in voeding en verhoging van de koolhydraten kan leiden tot toename van de symptomen. Ja, en dat is het meestal dus niet waard, maar het is wel allemaal zeer persoonlijk allemaal. Een tweede vraag die ik kreeg was, mag je nou wel of geen fruit eten en hoeveel mag je dan? En ik hoor van mensen die met een ketogene dieet... Uh, beginnen, hele verschillende dingen. De een zegt dat hij geen fruit kan eten, omdat hij dan meteen uit ketose is en weer van voren aan moet beginnen, terwijl een ander zegt dat ze prima fruit kan eten en gewoon in ketose blijft. Dus wie heeft u nu eigenlijk gelijk en is er één waarheid? Het antwoord is: ze hebben allebei gelijk en er is dus niet één waarheid. Maar waar zit nu dat verschil in? Ten eerste, de mate van insulineresistentie speelt een grote rol. Hoe resistenter je bent, hoe minder goed je lichaam kan omgaan met de suikers uit het fruit en hoe sterker insuline stijgt na het eten van fruit. En het kan dus heel nuttig zijn om eens te laten testen hoe insulineresistent je eigenlijk bent, want dan weet je ook een beetje meer wat je je kunt voorloven. Ten tweede, de mate van metabole flexibiliteit speelt ook een grote rol. Iemand die net begint met keto zal inderdaad snel uit ketose raken door fruit te eten. En uh, in de eerste paar weken adviseer ik meestal om fruit zoveel mogelijk achterwege te laten. Ben je nou eenmaal in ketose en lukt het ook om dat vast te houden, dan kan je voorzichtig eens gaan proberen om wat, uh, wat fruit toe te voegen. Begin met een paar bessen of twee aardbeien. Klinkt misschien een beetje suf, maar better safe than sorry. En gaat dit nou goed? Dan kan je een beetje op zoek naar waar je grens ligt. Een kwart appel gaat misschien goed, maar een halve banaan niet. En let ook eens op de combinaties, bijvoorbeeld een schaal volle yoghurt en een paar aardbeien, kan er eerder voor zorgen dat je ketose raakt dan bijvoorbeeld kokosyoghurt met aardbeien. En dat komt doordat er een zuivel lactose zit, wat uiteindelijk ook een soort uh, suiker is. En sommige mensen zijn daar eenmaal gevoeliger voor dan anderen. Dus ook hier weer onderzoek voor jezelf hoe je reageert, wat werkt wel en wat werkt niet. En het geldt dus ook voor fruit. Dus het antwoord op de vraag mag je wel of geen fruit en hoeveel, kan ik beantwoorden met het mag wel, wees er niet te royaal mee, sommige soorten gaan beter dan andere soorten en uh, ontdek voor jezelf hoe je erop reageert. En kijk op de keto leefstijllijsten welke soorten fruit wel en minder zijn geschikt voor een ketogeen voedingspatroon en die kun je gratis downloaden via mijn website. Dan vraag nummer 3. Moet ik nu wel of geen vezels eten? Ook dat is een vraag die ik regelmatig hoor en ik kan me heel goed voorstellen dat het verwarrend is. Zowel reguliere als complimentaire gezondheidsprofessionals adviseren dagelijks om volop vezels te eten. Want het is goed voor je stoelgang, voor je darmfunctie, voor je darmflora en het beschermt tegen ziektes als kanker. Maar het tegenovergestelde is ook waar: er zijn meer mensen dan je denkt die helemaal niet zo goed kunnen omgaan met al die vezels in hun voeding. En die krijgen daar juist obstipatie van, of gasvorming, tot zelfs flinke darmklachten. En wat ook mogelijk is, dat kan bijdragen aan het ontstaan van mentale problemen. En deze mensen floreren door zo min mogelijk vezels te eten. En ze eten daarbij uh, bijvoorbeeld vooral dierlijke producten, zoals vlees, ei, uh, gevogelte, vis en zeevruchten, aangevuld met gezonde vetten, zoals roomboter of, of eendenvet. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dit heel ongeloofwaardig in de oren vindt klinken, maar luister dan eens naar een van de eerdere podcasts die ik opnam, waarbij dit onderwerp ook aan bod kwam. In uh, aflevering nummer 8 vertel ik meer over een ketogeen dieet en de darmflora. En in aflevering nummer 21 vertelt Lenka over hoe een carnivore dieet haar enorm geholpen heeft. En ook hier zien we dus dat er niet één waarheid is voor iedereen en dat het per persoon enorm kan verschillen. Over het algemeen raad ik aan om een gevarieerd en goed samengesteld ketogeen voedingspatroon te volgen, wat zowel dierlijke producten bevat als volop groenten. Maar als dit niet werkt voor jou persoonlijk, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Als je merkt dat je klachten krijgt of dat je, nou, dat je, dat je andere problemen krijgt, ga dan op zoek naar wat wel voor je werkt. En het is waarschijnlijk wel zo dat je um, eerst op zoek gaat naar wat er bij je aan de hand is. Uh, waarom kun je bijvoorbeeld vezels uit groenten niet verdragen? Of waarom kun je je dierlijke eiwitten niet goed verteren? Verbeet je dan stap voor stap eerst je spijsvertering en je darmflora. Misschien moet er nog meer opgelost worden. En dan kan het zomaar gebeuren dat je dan wel kunt eten wat eerst niet goed ging. En dit is best complex. En het kan ook zijn dat je hiervoor een bepaalde therapie uh, of suppletie in moet zetten. En roep hiervoor uh, de hulp in van een goede therapeut, zoals een ortsmoleculair of een KPN-therapeut. En liefst ook eentje die kennis heeft van ketogene voeding, en dan zul je zien dat er veel meer verbetering mogelijk is dan je misschien had gedacht. Oh ja, luister ook eens naar aflevering 15 met Hendrina Mantel, waarin zij vertelt over hoe je lichamelijke en geestelijke gezondheid kunt verbeteren met het GAPS-dieet. Dat heeft hier ook veel raakvlakken mee. Dus dat is zeker een aanrader. Tot slot. Vraag nummer 4: Zijn zoetstoffen nu wel of niet oké? Okay? Weer zo'n vraag die heel vaak gesteld wordt en je raadt waarschijnlijk al. Ook hier is geen eenduidig antwoord te geven. Bij veel keto-programma's wordt geadviseerd om suiker te vervangen door koolhydraatarme en caloriearme zoetstoffen, zoals erythritol, stevia, monkfruitextract en xylitol, maar denk ook aan uh, aspartaam en sucralose. Veel mensen kunnen dan toch iets zoets eten of drinken zonder uit ketose te raken. Maar wees er wel heel voorzichtig mee en let ook hierbij op wat het effect is bij jou. Ten eerste, deze zoetstoffen zijn bewerkt en geraffineerd en niet natuurlijk, dus, en kunnen bij sommige mensen darmklachten geven. Het kan diarree, darmkrampen of een opgeblazen buik veroorzaken. Stevia in natuurlijke vorm, bijvoorbeeld in de gedroogde en verpulverde stevia-blaadjes kunnen wel eens vriendelijker zijn voor de darmen, maar niet makkelijk in gebruik. De stevia die je koopt in de supermarkt bevat vaak maar een paar procent stevia en verder andere zoetstoffen die minder natuurlijk zijn. Lees dus altijd goed het etiket. Ten tweede kan het gebruik van deze zoetstoffen de behoefte aan zoet in stand houden. En de meeste mensen die ketogeen gaan eten merken al snel dat ze minder zin hebben in tussendoortjes en kunnen prima een maaltijd overslaan. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die hier moeite mee hebben. En dat kan te maken hebben met het regelmatig gebruik van deze zoetstoffen. Zeker als je suikerverslaafd bent, of je merkt dat je mentaal afhankelijk bent van zoetigheid of het gevoel wat dat uh, bij je geeft. of je hebt te kamp met depressie of andere klachten die gelinkt zijn aan het gebruik van suiker. dan doe je er goed aan om ook weg te blijven van deze zoetstoffen. Ook dus die koolhydraatarme zoetstoffen. Er zijn mensen die door een strikt ketogeen voedingspatroon erin slagen om hun suikerverslaving onder controle te houden. En er mentaal en fysiek een stuk beter op worden. Maar zodra er maar een beetje zoet binnenkomt, al is het maar één aardbei, dan schieten ze meteen van de rails en komt de drang om zoetigheid te eten ook meteen weer terug. Klinkt misschien extreem, maar ik ken echt mensen die dit zo ervaren. Ten derde, sommige zoetstoffen kunnen toch in bepaalde mate een insulinerespons opwekken. In een artikel van Dr. Benjamin Bigman beschrijft hij de effecten van de diverse zoetstoffen. En hij noemt hierin hoe het fenomeen van de cephalic phase insulin response, uh, in het kort de CPIR genoemd, um, ja, hier een, uh, een reactie uitlokt in het brein zodra er wordt waargenomen dat er iets zoets binnenkomt. Van nature is het namelijk zo dat een zoete smaak betekent dat er koolhydraat, koolhydraten gaan binnenkomen. He, want uh, zoete smaak zonder koolhydraten in de natuur bestaat eigenlijk niet. Er gaat dan alvast een signaaltje naar de alvleesklier om een beetje insuline vrij te geven in afwachting van de glucose die komen gaat. Per zoetstof is dit effect heel verschillend. En in zijn artikel staat hier een overzicht van en de link hiernaar zal ik in de show notes voor je zetten. Hij geeft ook aan wat het effect is van inname van alleen de zoetstof en van de zoetstof in combinatie met andere koolhydraten. Je eet natuurlijk niet alleen maar een hapje zoetstof, uh, maar het is vaker gecombineerd met zoiets als amandomeel in bijvoorbeeld een keto-muffin of een keto-brownie of wat dan ook, en het effect op de insulineafgifte is dan nog sterker. Zo is de ziekte dat sucralose, aspartam en xylitol in meer of mindere mate een insuline-effect hebben, en dat erythritol, stevia en monkfruitextract geen of naloos effect hebben. Dus als je kiest voor ketoproef zoetstoffen, kies dan één van deze drie zoetstoffen, maar let er wel op of het je zoetbehoefte eventueel vergroot. Dus ook hier geldt dat het voor iedereen weer verschillend is. Ik heb nu vier vragen beantwoord, en bij alle vier heb ik genoemd dat de individuele situatie of gevoeligheid of metabolenflexibiliteit mede bepalend is voor het antwoord en dat ook dit kan veranderen in de loop van het proces. Dat is nu precies de reden waarom ik moeite heb met kant-en-klare keto-dieetprogramma's die hier geen rekening mee houden. Te vaak heb ik al gezien dat mensen in de problemen komen doordat ze een dieet gaan volgen wat niet bij hen past. En dan zijn ze teleurgesteld en ze geven op en zeggen dat keto voor hen niet werkt. En dat is zo zonde, want ik ben overtuigd dat een keto voedingspatroon voor kortere of langere tijd voor heel veel mensen een positief resultaat gaat opleveren. Is het nou bij jou het geval? Heb je een keertje keto uitgeprobeerd en pak je dat helemaal verkeerd uit? Heb je te maken met een bepaalde ziektesituatie of mentale problemen die het standaard ketogeen programma onmogelijk maken, ga dan eens praten met een ketoprofessional. Zij kunnen een begeleiding op maat bieden en inspelen op jouw persoonlijke omstandigheden. Zo is de kans van slagen vele malen groter. Op mijn website vind je steeds meer ketoprofessionals in Nederland en België. Maar wil je liever eens een keertje met mij praten voor een kort advies? Maak dan een afspraak voor een adviesgesprek. Dit is niet bedoeld als een traject, maar ik kan je wel helpen met de eerste vragen, de eerste paar tips, het in kaart brengen van je valkuilen. En ik kan je in contact brengen met een ketenprofessional die jou verder kan helpen. In de show notes vind je een link om hiervoor een afspraak in te plannen. Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat een ketogene dieet of ketogene leefstijl niet een one size fits all methode is. Maar dat er vaak persoonlijke aanpassingen nodig zijn. Dus graag hoor ik of dit je heeft geïnspireerd om toch nog op te gaan starten met een ketogene dieet of voedingspatroon. Of dat je de draad weer gaat oppakken als het de vorige keer niet gelukt is. Nou, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dit was de Keto-podcast en dank je wel voor het luisteren. De Keto-podcast is onderdeel van Ketogene Instituut Nederland. En daar kun je terecht voor opleidingen en cursussen waarmee je als professional leert om een ketogene voedingspatroon toe te passen in je praktijk. Er is pas een whitepaper verschenen die je gratis kunt downloaden. En hierin lees je meer over de toegevoegde waarden van ketogene voeding in jouw praktijk. De link naar deze whitepaper zal ik hieronder in de show notes zetten. Er is ook regelmatig een webinar waar jij mee kunt doen. Genoeg reden om KetoGen Instituut Nederland te blijven volgen dus. Ben je geen professional, maar wil je zelf ervaren wat een KetoGen voedingspatroon je kan brengen, dan is het Keto Leefstijlprogramma wat voor jou. Dit kun je helemaal zelfstandig volgen, maar heb je liever begeleiding? Kijk dan op de website van KetoGen Instituut Nederland voor een Keto Professional bij jou in de buurt of neem contact op met mij, zodat je kan verwijzen naar de juiste coach of therapeut. In de show notes zal ik alle informatie en relevante links plaatsen, zodat je alle informatie goed kunt terugvinden. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.